5 voor het toernooi houdt in, je speelt gewoon 6 tegen 6 in heel Nederland. Eigenlijk heel de wereld speelt 6 tegen 6. Ja, en dan begin je eerst in een eerste ronde, die hebben we al gehad. Nu is dan de kwartfinale. En het gaat steeds verder tot aan Europees, zeg maar. Halve finale komt eraan, dan de finale in Amsterdam. Dus dat is het eigenlijk een beetje. En het gaat om kinderen van de basisschool. Hè? Welke groepen doen er allemaal mee? Het gaat om de kinderen van groep 7 en 8. Van de basisscholen, ja. Uit Den Haag, Rijswijk, Schiedam en Maassluis. Ja. En wat kunnen ze nou eigenlijk mee winnen? Ze kunnen als eerste worden, dan kunnen ze natuurlijk naar de halve finale gaan. Ja, dat is natuurlijk wel een prijs op zich. Dan speel je verder in de regio Zuid-Holland, tegen grotere steden ook. Ja, dat is al voor mij een leuke prijs om te winnen natuurlijk. En wordt dat ook in Schiedam gehouden? Dat wordt niet in Schiedam gehouden, dat wordt in Ridderkerk gehouden. Ja, en is het nou ook voor een goed doel? Het is voor de Johan Cruijff Foundation natuurlijk. Ja, het is helaas nou dat hij overleden is. Ja, dus daar doen we het nu gewoon voor. We gaan ook wat aandacht besteden aan Johan Cruijff zo. Dus het wordt wel even... Beetje emotioneel. Ja, nou, emotioneel, ja. Ik heb hem nooit persoonlijk leren kennen. Maar het heeft natuurlijk toch wel, je werkt voor hem. Hij heeft dit allemaal voor elkaar gekregen. Dus je hebt wel toch een soort van band met die man gekregen. Ook al ken je hem niet. Klein beetje fan van hem? Ja, natuurlijk fan. Dus een van de beste voetballers van de wereld was het vroeger natuurlijk. Ik ben geen Ajaxiet, maar toch goede voetballer geweest. En doen er jongens en meisjes aan mee? Het is gemengd? Ja, het is gemengd jongens en meisjes, ja. We spelen eerst jongens tegen elkaar, dan meiden tegen elkaar en dan wisselen we zeg maar om. There is superstitions. Degene die de Respect Award winnen, ook doorgaan naar de halve finale in Ridderkerk. Dus, beide meiden hebben de Respect Award verdiend. Den Haag. De Respect Award van de jongens gaat naar Schiedam. Hey jongens, jullie hebben de Respect Award ontvangen vandaag. Hoe hebben jullie dat nou gedaan? Ja, moeilijk. Gewoon respect tonen aan andere mensen. Maakt niet uit of je verliest. Je blijft altijd gewoon je best doen. Klaar. Respect. Het gaat gewoon om plezier. Het gaat allemaal om plezier. Maar je moet wel winnen. Je moet wel winnen. Ja. En zo naar TSL. Als je door wil gaan. Als je door wil gaan. Ja. Maar jullie zijn nu toch door. En hoe ga je de volgende keer weer een prijs winnen? Ja, we proberen gewoon iedereen gewoon normaal gedrag te tonen. Respect. Ook gewoon naar iedereen, naar trainers, naar scheidsrechter, allemaal. Zo jongens, jullie hebben vandaag gewonnen in principe. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Gewoon hard werken en alles. Gewoon zorgen dat we als een team spelen. Ja. Zitten jullie zelf ook op voetbal? Want nu was het natuurlijk voor de Cruijff Foundation. Deze drie niet. De keeper, hij niet. Hebben jullie toch wel een erg goede keeper vandaag gehad, of niet? Ja. En hoe gaan jullie nou voor zorgen dat je echt kampioen worden? Niks scoren, goed verdedigen, goed in het middenveld spelen, goed in de aanval. En jij heel veel ballen tegenhouden? Ja. Nou jongens, wens ik jullie heel veel succes en plezier. Dankjewel.